Langzaam maar zeker boeken wij vooruitgang bij het genezen van patiënten met gelokaliseerde kanker. Maar de meeste mensen die sterven aan kanker, sterven als gevolg van uitzaaiingen. De huidige behandelmethodes verlengen weliswaar de levens van deze patiënten, maar hun kanker kunnen we nog niet genezen. Daarvoor is een nieuw concept nodig. Wij willen het eigen immuunsysteem van de patiënt gebruiken om kankercellen op te sporen en te vernietigen. Kankercellen worden nu niet door het immuunsysteem herkend. Daarom kunnen ze overleven en zich verspreiden. Radiotherapie doodt de tumorcellen, waardoor tumorgerelateerde antigenen vrijkomen. Het immuunsysteem herkent deze antigenen wel, waardoor er de gewenste antitumorreactie kan ontstaan. Helaas is deze immunotherapiebenadering alleen zinvol voor slechts een deel van de patiënten. Als we vooraf mogelijk geschikte patiënten kunnen herkennen en selecteren, kunnen we klinisch onderzoek veel efficiënter maken. Onze hypothese is dat er een verband is tussen de heterogeniteit van de tumor, in kaart gebracht door op CT-scans gebaseerde radiomics, en het wel of niet aanslaan van de immuuntherapie. Eerdere studies tonen aan dat zuurstofgebrek in de tumor in dit proces ook een belangrijke rol speelt. Weinig zuurstof, ook wel hypoxie genoemd, dat in delen van de tumor optreedt, maakt de tumor immers minder vatbaar voor alle behandelingen, ook voor immunotherapie. Daarom veronderstellen we dat een medicijn dat specifiek hypoxische cellen aanvalt, een zogenaamd hypoxisch cytotoxin, in combinatie met immunotherapie en radiotherapie, de effectiviteit van deze therapeutische combinatie dramatisch zal kunnen doen toenemen. Maar dan enkel en alleen in hypoxische tumoren. Wij zijn van plan deze onderzoeksvragen te testen in de meest geavanceerde preklinische longkankermodellen. En daarnaast ook in klinische studies bij patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen. Waarbij de opzet zo gekozen is dat met beeldvorming het effect van het hypoxisch cytotoxin beoordeeld kan worden tijdens de radio- en immunotherapie.